Hier. Nou, dankjewel allemaal. Succes voor mij. Is toch anders? Een hele goede morgen, lieve familie, vrienden, wat dan ook van ons. Ja. In mijn naam is Karen Stammer van de Werf. Mijn man die heet geen Roderick, maar Roderick van de Werf. Ja, dat is een grapje. Daar kom ik later vandaag even op terug. Ja. Als ik het niet vergeet, want ik vergeet nog wel eens wat. Ja. En het is vandaag vrijdag 26 juni. Het is bijna 10 uur. En Roderick die komt zo deze kant op. En ik ga zo met de hondjes. Nee, Roderick die komt zo meteen deze kant op. Die gaat met de hondjes en ik ga zo met Bobby. Dus jullie zien Bobby ook zo meteen weer in beeld. Dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze nieuwe vlog. Zo, nou daar hebben we meneer Speedo. Hé Speedy. Hey. Hebben we hier Lady liggen. Dan gaan we eventjes toertje huis. Daar Beauty liggen. Hey, meneer. En die komt er ook gelijk. En waar hebben we onze mevrouw? Hey Goldie. Hey Messi. Ja. Hey. Goldie. Hey. Hi. Hey Charlie. Ja. Wat is dat allemaal? Hey Messi. En wat hebben we hier? Onze grote vriendin Lovely. Ja. En waar is Draki? Even kijken waar mijn meisje is. Oh, je ligt hier lekker, meisje. Ja. Het is hier lekker, hè? Groot gelijk, hoor, schat. Ja. Ja. Jij bent lief. Ja. Zo. Zo, dankjewel. Ja, toen liep ik lekker buiten. Heerlijk. Het is lekker weer. Alleen in de zon is het heel warm. Ja. En ik loop nou gezellig met Bobby. Ja, met Bobby. Ja. Dus ja. Gezellig. Nee, lieve schat. Andere kant. Kom, lekker op het gras. Goed zo, vent. Het is ook zo'n lekker kind ook, hè, Bobby. Heerlijk. Bobby is zo lief. Ja. Ja. Hey, Bob. Bobby. Bobby. Kom eens. Bobby. Hier. Bob, dat gaat niet. Kom eens hier. Bobby. Hi kind. Lekker hè. Blijf Pop. Ja, goed zo. Goed zo. Goed zo kind. Kom maar. Ja, nou, Roderick is heel erg gespannen, mensen. Voor zijn examen Nederlands. Terwijl ik echt soms zoiets heb van, wat kraam jij uit, jongen. Qua moeilijke woorden die ik dan nog niet eens ken. Zo goed Nederlands praat hij. Denk van, joh, hoe kom je erop? Dus ja, en dan gaat hij dus nou zorgen weer maken. En dan, ja. Maar dat komt wel goed. Ik ga gewoon gezellig mee. Alleen ik mag dus niet de schoolgebouw in. Wat logisch is. Maar ik ben wel lekker in de buurt. Of ik ga het parkje in. Of ik ga lekker het winkelcentrum daarin. Dus ja, ik ga gewoon gezellig mee. En het komt helemaal goed. Echt wel. Eerst Lady. Dan jij. En dan jij. Ja, tot strakjes, dames. Tot strakjes. Love you. Doei, doei.
Nou, we zitten dus nu lekker bij deze school. Ja, gezellig. Roderick zit nog naast me, maar ik mag hem dus er niet op zetten. Want hij zit dus in bedrijfskleding. Yep. En dan mag je dus zo meteen Nederlands gaan doen. En buurvrouwtje van mij, schuin onder, die heeft vertrouwen in hem en dat hij het kan. Want hij praat en schrijft al algemeen beschaafd Nederlands, kreeg ik al van haar te horen. Okay. Dus ja, dus ze heeft er vertrouwen in en ik ook, want ja, ik ben zijn vrouw, dus hè. Het zou heel wat wezen als ik er geen vertrouwen in zou hebben. Ja, dus en ik kan misschien Roderick er wel opzetten, maar dan via de spiegel. Ik zal eens even proberen wat ik kan. Nou, dankjewel allemaal. Ik bedoel, succes voor mij. Zometeen lekker wat fragmentjes gaan luisteren, kijken en horen, dan de vragen beantwoorden. Hoe het er precies aan toe gaat, weet ik niet. Ik weet wel een algemeen iets. Kijk, het examen zelf is natuurlijk via de computer. En dan moet je alles uitgebreid intikken. Geen spellingscontroles, niks. Dat moet je allemaal zelf doen. Ik heb een koptelefoon bij me om te luisteren. Snoertje erbij, opladertje erbij. Eigenlijk alles erbij, hoop ik. Dat hoop ik ook. Ja. Ja. Maar je kan het. Ja, dat kan. Jij kan het. Jij kan het. Jij kan het. Ja, maar jij ook. Okay. Nou, daar gaat hij. Hij gaat de school in. Yes. Je schatje kan het. Je kan dit. Zet hem op. 90 minuten. Hij moest een kwartier van tevoren aanwezig zijn. 11:15 begint dit hele gedoe. En dan is het 9 minuten lang. Dus ja, 1,5 uur. Nou, ik ben maar even lekker de auto even uitgevlucht, want het wordt een beetje heet in de auto, want de zon die staat nou echt helemaal erop. Ook al had ik alles open, de dakraam, de twee zijramen van onze kant. Want achter hebben wij geen ramen. Van even die klepraampjes of zo, helaas, pinnekaas. Maar hebben we niet. Maar dan ga ik even naar de woonboulevard hier bij Spijk en Nisse. Eens even kijken, want ze hebben hier ook de JISC. Ben ik heel lang niet meer geweest. Voor de laatste keer was dat dus nog in Den Helder en dat ik daar nog woonde. Dus ja, ik zal eens even kijken hoe groot het daar is. En ik neem jullie gewoon gezellig mee. Zo. Wij jullie dus al keukenkampioen zien. Daar is het woonboulevard van Spijk en Nisse. Nieuw Beijerland, Brielle, Rotterdam, Centrum. Lekker jongens, heerlijk. Moet je kijken wat die kant op is, zo mooi. Wauw. Maar ja, ik moet niet hier wezen, maar ik moet daar naartoe. Yep. Het is maar een klein stukje lopen, joh. Ik vind het best. Dan heb ik ook even wat te doen. Lekker even in schaduw. Nou, ik heb even leuke dingetjes gekocht bij de kranten. Yep. En ik noem wel gewoon winkels. Nee, en ik word er niet voor gesponsord. Ik ga nou weer lekker teruglopen naar de auto. Het is nu bijna 12:45. En Roderick moet tot 12:15. Dus het is lekker warm. Want ik al zei, ik heb twee leuke dingetjes gekocht. En dan ga ik zo meteen even in de auto even laten zien. Wat het precies is, dat komt wel goed.
Toch? Denk ik wel. Dus, ja. En hier is nou geen schaduw meer. Maar dat maakt niet uit. Leuk. Ik loop lekker buiten. Ja, nog eventjes. Roderick heeft dus nog 5 minuten. En dan is hij klaar. En dan hoop ik en dat is geslaagd. Maar ik zit dus nu al een tijdje weer even in de auto, want ik moest even bijkomen. Ik heb dus wat gekocht, wat ik al eerder zei. En bij de Quantum, het is 4 euro per stuk. Dat is dus, maak je eigen slinger. Ik vind hem zo grappig. Dan heb ik hem dus ook nog in het goud. Die vind ik ook heel nice. Satisfying, echt waar. Er zit... daar zit de 6 keer. Nou ja, je kan het zelf zien wat er allemaal in zit. Dus ja, het is 4 euro per stuk. En ik wou dus 2 hebben, dus die heb ik ook eens gehaald. Dan heb je wel gelijk 120 en 120, dat is 240 stuks. Ja, ik vond hem grappig. Dus ik denk, ja, waarom niet? Kan ik, als hij dus is geslaagd, kan ik dus dat dus voor hem gaan mooi gaan maken. En dan wil ik ook nog iets anders. Maar dat vertel ik jullie zo. Ja, ik doe het even lekker zo. Want anders hebben jullie last van heel veel verkeer. Maar wat ik dus ook nog van plan ben, dat is dus als Roderick is geslaagd, om dus een hele mooie spandoek te gaan maken. En dat dus sorry voor mijn vinger. En dat dus bij mijn balkon gaan hangen. Dus, en dan gewoon een mooi spandoek met gefeliciteerd geslaagd of zo. En dan met zijn tas die hij altijd mee heeft. En dan aan mijn vlaggenstok en alles. Dus dat wil ik ook nog wel maken. Maar dan moet ik even kijken waar ik een heel groot lap stof kan halen. Want daar was ik ook net aan het kijken. Maar ik kon niet echt wat vinden. Dus en daar gaan de wolken over. Dus ik ga deze raam ook nog even open doen. Zodat het hier weer wat frisser wordt. Dus jullie zien mij straks wel weer als Roderick er is. Yes. Ja, we zijn dus nu eventjes ergens anders om dus even iemand even eten te geven. Want diegene, gaat er niet zo heel goed mee. En jij moet een sleutel hebben. Ja, dat wist ik niet. Alleen ik kan dus Ro nog steeds niet eventjes op de vlog doen. Nee, dat komt wel. Schat, dat komt wel straks later. Want hij heeft expres even zijn werktenue aan. Ik vind het heel mooi. Dus, het is een beetje bedrukkend weer, moet ik zeggen. Yes, thank you. Thank you. Dus vlieg de meren en heel veel filmen, jongen. Kijk, en dan zie je Roderick lopen. Kijk, het is een beetje raar weer, kijk maar. Zeg ik, het is heel raar bedrukkend weer. Het begint ook lekker te waaien nu weer. Heerlijk. Lekker windje. Die ligt er zo lief bij. Kijk dan, balkon. Hey. Dan ligt die daar. En die zit hier. Hi. Hoe gaat het? Ja, redelijk. Vertel. Denk ik. Vertel. Oh, ja, redelijk. Ja, opdrachten bezig. Dus ik kijk nog even naar hoe wat. Ik wil graag een voorblad hebben. Volgens mij hebben we dat erbij gedaan. Dus dat moet goed zijn. Dus dan ga ik het inleveren. Dat is wel spannend. Ik heb 10 punten voor elkaar. Dat is mooi. Ja. En waar de rest ligt, ik weet het niet. Nee. Daar is mevrouw en meneer. Ergens weet ik veel waar. Nou, ik vroeg dus nu net aan Roderick hoe hij zich voelt. Normaal, dan zou hij zeggen, het is warm. Dus ik was hem gelijk voor van, ja, dat het warm is, dat weet ik wel. Maar dat is gewoon een gevoelstemperatuur. Maar hoe gaat het met jou? Vertel. Ja, een beetje warmer gewend.
Dus. Maar vertel, wat heb je allemaal vandaag gedaan? Examen gedaan. En wat hadden we nog meer gedaan? Boodschapjes gedaan. Onze vriend Benno bezocht. Ja, Benny King? Nee, niet Benny King. Iets met Ben. Mm-hmm. Big Ben misschien wel. Ja. Kleine Ben. Mm-hmm. Ik ben nog even bezig geweest met opdrachten. Twee opdrachten. Ja. En we hebben nog theorie gedaan. Jouw theorie voor auto. Ja. Top. Ja. En jij had eerst 4 vat, nu 5 vat. Ja. En ik had er 3 vat. Heel irritant. Mm-hmm. Ja, de vraag is, heb je voor een Segway, heb je daar een rijbewijs voor nodig? Een Segway, dat valt in de categorie brommer. Net als, speed pedelec, weet ik wat. Mm-hmm. Maar voor een Segway heb je klaarblijkelijk geen rijbewijs nodig. Oké, dan niet. Lijkt het toch? Ja. Ja. Maar waar zijn we nog meer geweest? Na je school? Na school zijn we naar de winkel geweest. Welke winkel? Stichting Isaac en de Schittering. We hebben boodschapjes gedaan, dat zegt al. Mm-hmm. Toen zijn we naar vriend Benno gegaan. Nee, fout. Fout. Ja. Het is geel. De Jumbo? Ja. Alleen, ik zeg tegenwoordig de Jumboot. Oh, oké, de Jumboot. Ja. Zal wel. Dan heb ik afval gehaald voor de cavia's. Ja. De jongens heten ze vroeger, maar nu niet meer. Nee. Toen zijn we doorgegaan naar Benny King. Mm-hmm. We hebben wat spulletjes afgeleverd, daar was hij blij mm-hmm. mee. Toen zijn we weer doorgegaan naar huis, heb jij nog wat gekookt, geloof ik. Voor Benny. Ik ben even naar huis gaan, lust gekleed en even nog gaan liggen. Dus mm-hmm. Ik ben erg moe. Toen ben ik naar jou toe gekomen. Toen zijn we naar mijn grote vriend Ben gegaan. Ja, om het eten af te geven. Ja, dus daar was weer heel blij mee. Mm-hmm. Hij had net gegeten, dus hij zet het in de koelkast. Nou, prima. Ja. Zijn we naar mijn ouders geweest, want vader is jarig vandaag, is jarig. Ja, maar hij kijkt toch niet schild weer. De 26e. Doen we je dan hier? Ja, nou en toen heb ik even jouw huiswerk nagekeken. Heb ik heel veel in en in de woordenboek gedaan. Maar jij bent ergens iets niet over eens qua woord, Engels en Nederlands. Ja. Vraag dat eens even aan de kijkers. Als jullie iets, ja. Als je niet weet, ik ga het vragen. Ja. Nou, het is zo dat sommige woorden werden niet herkend door Word. En hij geeft dan een suggestie van Nederlands woord een Engelse variant erop. Dus ik dacht van, nou, die tekst moet gewoon als Nederlands gemarkeerd worden. Dan zou hij ook het Nederlands woordenboek moeten raadplegen. En dan een woord als, zalf of iets dergelijks. Zou hij moeten herkennen. Maar als je dus zegt zalf in het Nederlands en je denkt dat het een Engels woord is, dan gaat hij dus andere woorden suggereren. Dus ja. Maar heb jij ook misschien toevallig jouw woord ding in het Engels staan? Ik heb zowel Nederlands als Engelse woordcorrectie geïnstalleerd. Maar waarschijnlijk is het zo dat als je een tekst van het internet afkopieert, een Engelse tekst, dan gaat hij dit op het Engels toepassen, denk ik. Weet ik niet zeker. Zou kunnen. Nou ja, mochten jullie dat even weten, schrijf het even hieronder. En dan helpen jullie, zeker Roderick, daar even weer mee. Want daar word je ook gewoon weer wijzer van. Dus ja, we gaan nog even van het weer genieten. Gewoon. Het onweer, het regent. Leuk, spannend. Oh. Thank you.
Zo, het komt met bakken de hemel uit hier. Ik word een beetje nat, ja. Is niet handig, niet. Lieve mensen, wij gaan deze vlog wel even gezellig weer eens even samen afsluiten. Helemaal goed. Ja, helemaal goed. Dus ja, ik doe zoveel mogelijk als ik kan de rondjes. Want we trekken nog wel veel. Dat is gewoon weer eventjes s'avonds even aan row. Maar dat weet hij als ik pijn heb. Helaas, pindakaas. Pindakaas? Ja. Nee, ik hoef het niet. Maar oké, wat ik al zei, we gaan de vlog afsluiten, jongens. Vinden jullie deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, doe vooral hier ergens een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier ergens in de buurt. Het belletje aan. En dan blijf jij zeker op de hoogte met alles wat wij online plaatsen. En laat dan gelijk even een leuke reactie achter. Want wij reageren zeker terug. Dus, ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even. En dan zien we jullie morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Dus dan zeggen we altijd dankjewel. En tot morgen. Doei.